Kijker van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Minister Armand Achai-Bersing en Albert Ramdin gaan in op huidige financiële uitdagingen en economische vooruitzichten. Nationaal vervoersbedrijf hoopt diensten per 1 november te hervatten. Innerwiel Paramaribo doneert partijkussens aan afdeling oncologie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. En Nationale Compliance Conferentie 2020 voor de deur. Hierover een gesprek met Winston Wilson. In de afgelopen 3 maanden is bij een aantal mogendheden zwaar gewerkt aan het creëren van een stukje begrip voor Suriname en de financieel-economische situatie waarin het land zich bevindt. Het voorgaande zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Samenwerking en International Business tijdens een persconferentie op vrijdag 30 oktober 2020. Hij ging samen met collega Armand Achai-Bersing van Financiën en Planning in op de huidige financiële uitdagingen en de economische vooruitzichten. Dit met als focus het beheersbaar maken van schulden en schuldverplichtingen van de Republiek Suriname. Voorafgaand aan deze persconferentie hebben de bewindsleden via Zoom een presentatie gegeven aan internationale crediteuren ten aanzien van versterkte leningen en garanties aan Suriname. We weten allemaal dat we in een financieel-economische situatie verkeren welke we hebben geërfd. We gaan daar niet te veel meer over praten. Het enige dat we kunnen zeggen is dat we elke dag weer verrast blijven worden. Het zijn van die onaangename verrassingen. Maar we gaan het probleem moeten oplossen. Dus een traject is uitgezet om te werken naar schuldverlichting, schuldherstructurering. En die schuld bestaat uit verschillende onderdelen. De commerciële kant, waarover vandaag veel is gesproken. De bilaterale schulden die met name China en India opgelost moeten worden. En dan de multilaterale leningen van de internationale financiële instellingen. Vooralsnog moet ik zeggen dat we in de afgelopen afgelopen 3 maanden, zwaar hebben gewerkt aan het creëren van een stukje begrip. En begrip niet alleen voor het land, maar ook begrip voor de situatie waarin we ons vinden. Voor wat betreft de financiële economische situatie bij een aantal mogelijkheden wereldwijd. Nederland, Amerika, Frankrijk, Argentinië, Brazilië in de regio, maar ook India en China. Omdat het belangrijk is dat deze landen weten op welke wijze wij onze schuldherziening willen realiseren. Er is een traject naar het IMF waarover minister Achai-Bersing verder zal uitweiden. Er wordt gewerkt op technisch en beleidsniveau met IMF, maar we hebben ook geprobeerd en met succes steun te krijgen van de verschillende vertegenwoordigers bij de IMF, bij het IMF omtrent de situatie in Suriname. Dus wij hopen dat wanneer het plan, het programma dat overeengekomen zal worden met IMF, wanneer die op hun bureau komt, dat daar beter naar gekeken kan worden. Dat in het algemeen ten aanzien van de situatie op dit moment. Het is belangrijk om te beseffen dat we een binnenlands vraagstuk hebben. Het binnenlandse vraagstuk bestaat niet alleen uit schulden, maar ook de minister van Financiën moet een stukje beleid voeren dat gericht is op gezondmaking van onze overheidsfinanciën. En hij zelf zegt het niet misschien, maar ik ga het wel zeggen. Het is sinds kort, na jaren, dat we de overheidssalarissen, lonen, de pensioenen, AOV's en andere essentiële diensten hebben kunnen betalen uit de middelen die de staat ontvangt. Het is volgens mij sinds 2012 niet meer gebeurd dat het op die manier werd gefinancierd. En ik wil hier echt minister Achai-Bersing bedanken voor die dienst, want sinds juli, augustus en september, eigenlijk meer augustus, september en oktober, is er zonder dat er geleend is, zijn de salarissen, lonen en andere essentiële uitgaven gefinancierd. En
ik geloof niet dat er goed begrip is in die samenleving hoe belangrijk dat is. Dat je zonder dat je geld hoeft te lenen, je tegemoet komt aan de behoeften die er zijn of de verplichtingen die er zijn in die samenleving. Dus dit is de eerste, maar het is een enorm belangrijke stap op weg naar het op orde krijgen van de overheidsfinanciën. Het is niet eenvoudig, maar ik denk dat we dat met z'n allen wel goed moeten begrijpen. Want het is de eerste stap op weg naar goed herstel, als je eigen overheidsfinanciën op orde hebt. Dat is ook een vereiste van natuurlijk alle internationale organisaties. Dat is het eerste traject, de binnenlandse financieringen. En dan heb je natuurlijk andere problemen op het buitenland, in het buitenland, de schulden en bilateraal, als wel de commerciële en de multilaterale. En in dat traject is er dus een overeenkomst aangegaan met Lazar om dat verder op te pakken als adviseur van de staat. En ik wil nu eigenlijk minister Achaibersing dan verder het woord geven om aan te geven wat dat traject is en waar we zijn met IMF en wat de gemeenschap mag verwachten in termen van een stukje ondersteuning en herstel en gezondmaking van de economie. De binnenlandse uitdagingen die hebben meer te maken met hoe financier je overheidshuishouden. En zoals hij aangegeven heeft, werd dat in het verleden gefinancierd goed deels middels vreemd vermogen. Dat creëert een ander probleem. Maar we zijn tot voor kort in staat geweest om op eigen kracht onze lonen, salarissen, subsidies, essentiële diensten, et cetera, te betalen, niet alleen, maar beetje bij beetje ook achterstanden in te lopen. Bijna wil ik zeggen voetje voor voetje. En we hopen dat we in de nabije toekomst wat grotere stapjes kunnen maken om in ieder geval ook de achterstanden ingelopen te hebben. En ik wil benadrukken, omdat ik gisteren in een redactioneel artikel gelezen heb, dat dat gelukt is middels het gebruiken van de COVID-gelden, die 1,5 miljard, die mij ter beschikking is gesteld om verlichting te brengen in de COVID-situatie. Dat het absoluut niet het geval is. Die gelden zijn niet eens ter mijne beschikking gesteld nog. Wij hebben dit gedaan door overheidsinkomsten te balanceren met overheidsuitgaven. COVID-gelden worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze gesteld zijn en voor niets anders. Dus dat wil ik benadrukken, want ik begreep uit het redactioneel artikel dat men bevestiging wilde hebben. Nou, die bevestiging krijgt u nu. We zijn dus in staat om het binnenlands financieringsvraagstuk, als het gaat om operationele aangelegenheden, goed onder de knie te krijgen. Maar je moet ook weten, uit het verleden, de wijze waarop dit vraagstuk is aangepakt, welke andere problemen dat gecreëerd heeft. En zoals ik eerder aangegeven heb, is dat als je dit vraagstuk oplost middels leningen, dan creëert het een andere uitdaging, en dat is om de leningen ook af te lossen. Wij hebben het adagium, wanneer wij verplichtingen aangaan, dan komen wij onze verplichtingen ook na. En dat is de tweede grote uitdaging waarvoor we staan. Er zijn binnenlandse leningen afgesloten, maar er zijn behoorlijk wat buitenlandse, bilaterale en multilaterale leningen afgesloten. En het grootste deel van deze leningen, ook de binnenlandse, zijn in vreemde valuta. Merendeels in US dollars. Je moet dus in staat zijn om de verplichtingen die je op je genomen hebt na te komen. En dat zou
misschien wel het geval zijn geweest als deze middelen niet besteed waren in de consumptieve sfeer, maar geïnvesteerd waren geweest en tot meer inkomsten hadden geleid. Dan was je ook in staat geweest om uit die inkomsten je rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Dat is jammer genoeg niet het geval geweest. De uitdagingen zijn daardoor dus en daarom ook heel erg groot. Wat je vervolgens als fatsoenlijke overheid doet, is dat als je niet in staat bent om je verplichtingen na te komen, dan ga je daarover praten. Inom Godok, om het zo te zeggen. Je moet erover praten. Bushouders van het Nationaal Vervoersbedrijf hebben reeds 2 maanden COVID-19 ondersteuning ontvangen. Het streven is dat zij de diensten naar het publiek op 1 november aanstaande weer oppakken. Met de schoolvervoerders zijn er afspraken voor een ondersteuning van 60% op het huidig tarief. Deze informatie verschafte minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme op de persconferentie van woensdag 28 oktober 2020. Wij nemen u terug naar dit moment. U mag weten dat we de afgelopen periode bij zeker dit aandachtspunt met de sector een goede basis moeten leggen met betrekking tot tarieven. We zijn heel rare zaken tegengekomen bij de calculatieprincipes die werden gehanteerd. Ik zal niemand een natrap geven, maar betalingen werden buiten TCC omgedaan aan organisaties. En dat zijn zaken die we hebben moeten constateren en waar we ook zeker met het technisch team aan hebben gewerkt. En niet alleen bij de bussen, maar ook bij de boothouders. Tot vanmiddag in de vooravond nog mag u weten dat het technisch team bezig is geweest met de boothouders van Kommerwijnen. En we komen daar op een tarief tussen de 3,30 en 3,75. Maar de boothouders die houden voet bij stuk dat ze 5 SRD willen. Dus u snapt, wij geven aan vanuit de overheid dat de samenleving niet de dupe van mag worden. Daar staan we nog steeds achter. Desondanks hebben we vorige week of anderhalve week terug een handreiking gedaan naar de boothouders toe. Starten jullie met 4 SRD, zodat de druk op de brug, de file op de brug, dat de stress minder wordt, dat de mensen van Kommerwijnen of de mensen van Paramaribo die over en weer treffelen, dat ze ja, binnen 10 minuten in Paramaribo of in Kommerwijnen zijn. Dat is afgewezen. Vanavond, we hebben dus een onafhankelijke instantie erbij gehaald om dit uit te leggen, de berekeningen opnieuw te laten zien en natuurlijk met hun winstmarge erin. Wij moeten dus constateren vanuit de overheid dat er hier sprake is van onwil. Wij gaan niet blijven kijken en jammeren. U mag weten dat we een ander plan hebben. En elke ochtend heb ik contact, zeker de afgelopen, begin deze week, eind vorige week, met de DC van Kommerwijnen, met de presscom van NVB, hoe wij dit zaakje gaan oplossen. De gemeenschap, er is geen enkele winnaar in deze. En daar praten we over een redelijk tarief. De overheid, wij doen een handreiking en dat wordt niet aangegrepen. En wij hebben dus gezegd, in die tussentijd laten we werken naar die oplossing. Helaas, we hebben vanavond, in de vooravond, heeft het technisch team weer gesproken. En wij zullen dus met een andere oplossing moeten komen. Maar we zijn nog steeds on speaking term. Ook goed te vermelden is dat de stijgers ook zijn gerepareerd. Ze zijn weer in goede staat, zodat wij ready zijn om te faciliteren. Maar we vragen dus naar redelijkheid en billijkheid van ieder en ook de boothouders. En dat zullen we ook te horen krijgen, want dat,
Dat verhaal doet zich ook de ronde dat de overheid de benen stijf houdt. Maar dat is niet het verhaal. Dit is het verhaal wat ik u nu vertel. Wij hebben handreiking gedaan. Ik ga het nog een laatste keer herhalen. En het is niet aangegrepen. We hebben gezegd, doe het, start met 4 SRD. En wanneer de prijs, wanneer het bleek dat het concreet tarief moet zijn 3,30 en je accepteert dat niet, dan gaan we dus naar een ander model moeten zoeken. Ten aanzien, ik denk dat dat ook goed te noemen is, want dat zal zeker aan de orde komen. Ook zij hebben gevraagd naar een COVID-compensatie. En vandaag in de RVM is dat zeker ook ingewilligd. Ten aanzien van de vraag met betrekking tot de president heeft immers daarop al concreet antwoord gegeven met betrekking tot SLM. Maar ik zal het toch benadrukken, want vanuit TCT, het ministerie van Arbeid en minister van Financiën ad interim, collega Riyad Noor Mohammed, hebben wij afgelopen zaterdag heel lang intensief met C47, met de vakbond van SLM, of met BPSLM, met de bond van de piloten, hebben we overleg gevoerd. En we hebben natuurlijk dit vraagstuk meegenomen. We hebben aangegeven dat we vandaag in de RVM dit zullen bespreken. Dat is ook ter sprake. Dat was ook op de agenda. En het standpunt van de RVM, om dat ook met jullie te delen. We dragen de overtuiging dat we SLM, zeker een bedrijf met een bestaansrecht van 58 jaar, het is een Surinaams bedrijf. We zouden dit bedrijf moeten koesteren. Maar dan moeten wel alle nieuws in één richting zijn. Nogmaals, de president heeft gezegd, we hebben een SRD, munteenheid. Dat is ook het standpunt van de RVM. Wij geven aan dat wij dit bedrijf zeker een warm hart toedragen, maar we gaan dit bedrijf alleen kunnen redden wanneer we praten over SRD's. Want een dollarcomponent of het indexeren van het loon in dollar, hoe rechtvaardigen we dat naar onszelf, naar degene die belasting betalen? En dat is nu de discussie die nog afgerond dient te worden om een concreet antwoord daarop te geven. Want het betreft niet alleen SLM. Het betreft een aantal parastatale bedrijven die geïndexeerde lonen hebben. En daar moeten we dus eenduidig beleid over gaan formuleren. Dat is ten aanzien van SLM. We hebben alle vertrouwen in de raad die op dit moment bezig is met het team dat dit probleem en alle aandachtspunten die nog niet helder zijn, dat die opgehelderd moeten worden, dat klaarheid gebracht moet worden op basis van natuurlijk inzage in de bedrijfsvoering. Want dat is op dit moment niet helemaal helder. Informatie die kwam bij mondjesmaat binnen. We moeten gaan praten bij SLM, zeker over reorganisatie. We weten allemaal dat dit misschien een aandachtspunt is of een woord is dat heel moeilijk te gebruiken is. Maar we gaan het met z'n allen doorheen moeten beten. Het is niet een gevecht van alleen de werknemers van SLM, maar het is een uitdaging van ons allen wanneer we dit bedrijf moeten gaan redden. Ieder jaar staat de hele maand oktober wereldwijd in het teken van aandacht voor borstkanker bij vrouwen en mannen. Deze maand is het in Suriname ook niet anders geweest. Verschillende organisaties hebben acties ondernomen om met onder meer voorlichting het bewustzijn hierover te vergroten. Een deze organisaties is de Service Club Innerwiel Paramaribo, die op vrijdag 30 oktober 2020 een partij kussens heeft gedoneerd aan de afdeling oncologie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De kussens zijn vervaardigd binnen het hartkussenproject en bestemd voor borstkankerpatiënten die een operatie aan hun borst hebben ondergaan. Ik vind
vind het een heel mooi initiatief. Het is een initiatief van zuster Smit, werkzaam bij mij op de afdeling als oncologieverpleegkundige. En zo is het begonnen bij deze zuster. Dus het initiatief komt van haar. Ja, dat is het. Ik vind het een heel mooi initiatief. Omdat dat kussen, het zorgt voor een stukje comfort bij de mensen. Na de operatie hebben de mensen pijn. Want er is geopereerd aan het lichaam. Dus daar hebben ze met name pijn aan de arm. Met zo'n kussen. Dat kussen kan zorgen voor steun. En dat is heel comfortabel voor de mensen. Borstkanker, als ik in feite moet praten over kanker. Kanker bij de normale cellen, lichaamsdelen, cellen in het lichaam, vindt er normale deling plaats. Om het simpel uit te leggen, één lichaamscel, als hij zich gaat delen, dan wordt het twee. Gaan die twee delen, wordt het vier. Gaan die vier, wordt het acht en zomaar door. Dus het gebeurt op regelmaat. En het delen gebeurt niet zomaar. Het gebeurt op aangeven aan het lichaam. Een bepaalde groep cellen, ze krijgen een sein van het lichaam wanneer ze moeten delen en wanneer ze moeten stoppen. Een voorbeeld, je geboort als een baby en door de jaren heen ga je groeien. Dit alles vindt plaats door celdeling. Ook als je bijvoorbeeld een wond hebt opgelopen, om het te helen geschiet dat door celdeling. Maar bij kanker, dan zien we dat er iets mis is bij het delen. En dan gaan ze ongecontroleerd door met delen. En dat zo kan kanker ontstaan. Maar bij borstkanker kan, men praat over erfelijkheid, kan ook een rol spelen bij borstkanker. Aan alle vrouwen wil ik meegeven dat ze ten eerste, ze moeten hun lichaam onderzoeken. Goed kijken naar je lichaam, om je lichaam te kennen. Door je lichaam te kennen, gaat het je opvallen als er een verandering is opgetreden. En dat moet je maandelijks doen. En het moment dat je iets vreemds hebt opgemerkt, het kan zijn de grootte misschien van de borst, de kleur, de tepel, hoe ziet het eruit. Als je twijfelt, het beste is om als eerste je huisarts te raadplegen. En dan zal de huisarts het traject voorzetten. En als, stel eens voor je hebt al slecht nieuws, want dat kan ook gebeuren, dat men al weet dat het borstkanker is, blijf niet weg. Ga bij de deskundige, zodat u de juiste behandeling krijgt. En ja, zodat alles tot een goed eind kan verlopen. Blijf niet bij de pakken neerzitten. Luister niet naar mensen buiten, maar raadpleeg de juiste deskundige. Onder het thema compliance bewustzijn organiseert de TAPTO Groep NV van 4 tot 6 november de Nationale Compliance Conferentie 2020. Deze conferentie maakt deel uit van diverse activiteiten om het bewustzijn over de naleving van wet en regelgeving te vergroten. Suriname moet als deel van de wereld zeker meegaan met de ontwikkelingen. Het is de verantwoordelijkheid van ons allen, en zeker niet alleen van de beleidsmakers, om te voldoen aan de nationale en internationale wetten en regels van compliance. Tijdens de kick-off van de NCC 2020 zullen diverse sprekers hun visie op compliance geven. De communicatiedienst Suriname heeft hierover een gesprek met Winston Wilson van de TAPTO Groep NV. Deze activiteit, de Nationale Compliance Conference, wordt georganiseerd door de TAPTO Groep en de Surinaamse Compliance Professionals Association, waarbij de afgelopen twee jaar veel vragen uit de markt zijn gekomen om meer bekendheid te geven aan het fenomeen compliance. Compliance in hoofd
betekent het dat je corruptie tegengaat, omkoping tegengaat. En het heeft vooral te maken met de wet om witwassen te voorkomen en om terrorismefinanciering te voorkomen. Het is een uitgebreide conferentie van 3 dagen, 4, 5 en 6 november, waarbij we mensen hebben als de minister van Justitie en Politie, die ook de opening doet, maar ook vanuit de Amerikaanse ambassade, de Vereniging van Economisten, de Bankiersvereniging. Die partijen participeren allemaal, waarbij we ook op de tweede dag, dat is op 5 november, diverse virtuele workshops organiseren waar mensen zich op kunnen inschrijven. En hierbij worden door diverse partijen, zoals de heer Jim Boussaid bijvoorbeeld, maar ook door 2 buitenlandse partners, worden er workshops verzorgd voor iedereen die interesse heeft in compliance en wat vooral de nationale risicoanalyse met zich meebrengt de komende maanden. In principe is het toegankelijk voor bedrijven, overheid, eigenlijk iedereen die met compliance te maken heeft. De wetgeving in Suriname is pas aangepast, om te zeggen verscherpt, in lijn gebracht met de internationale regels. Dat houdt in dat sowieso banken, verzekeraars, pensioenfondsen, autohandelaren, makelaars, accountants, notarissen, die ondergaan de komende periode allemaal een verscherpte controle. Dus voor die mensen is het zeker een aanrader om deze conference te volgen, om te weten wat de laatste ontwikkelingen zijn op compliance gebied. De eerste dag zullen er verschillende sprekers zijn, ook wat ik aangaf van de minister van Justitie en Politie. Ook vanuit de Amerikaanse ambassade zal er bijdrage zijn. Van mij persoon zelf zal er ook een bijdrage zijn. De tweede dag zijn de virtuele workshops. En de derde dag wordt er een debat georganiseerd, waarbij er ook vragen gesteld kunnen worden en er een panel aanwezig is om op die vragen antwoord te geven. Bij het debat zijn er mensen die ze kunnen inbellen als ze vragen hebben, maar daarnaast bijvoorbeeld bij de virtuele workshops, dat gaat via Zoom, kunnen mensen ook hun vragen online stellen en die worden dan gelijk behandeld. TAPTO Group staat voor Two are better than one. Dat wil zeggen dat de kracht zit in samenwerking. Heel veel advisory op het gebied van business development. En we hebben gemerkt de afgelopen 2 jaren zijn er meer dan 10 bedrijven die we hebben geholpen in compliance support. Om eigenlijk hun hele huishouding op orde te krijgen om te kunnen voldoen aan de wet en regelgeving. Want geen enkel bedrijf wil geblacklist worden. De tijden zijn al moeilijk genoeg met corona. Business is zwaar achteruit gegaan. En als je je zaken niet op orde hebt met compliance en je wordt geblacklist door een internationale waakhond, dan heb je een groot probleem. Dus voor die bedrijven is het heel belangrijk om hieraan te voldoen. TAPTO Group verzorgt compliance diensten, compliance support aan diverse bedrijven, maar ook aan overheden. Het kan zijn op het gebied van trainingen, het kan zijn op het gebied van beleid. Maar de afgelopen 2 jaar hebben we meer dan 10 bedrijven op die manier ondersteund. En we hebben gemerkt dat de vraag heel erg groot is. Gezien de situatie waar we in zitten met de National Risk Assessment, die volgend jaar in een cruciale fase komt. Eerste kwartaal van volgend jaar komt de financiële waakhond van het buitenland en die komt Suriname assessen. Dat wil zeggen dat ze steekproeven gaan nemen bij bedrijven en bij instituten. En voldoe je niet aan de internationale regelgeving, dan wordt Suriname als land geblacklist. En daarom is het belangrijk dat er mensen zijn als mevrouw Carmen Rassam, die meedoen met dit compliance dialoog. Maar ook mevrouw Jennifer van Dijk-Silos, de voorzitter van het projectmanagement team, die hiervoor speciaal is opgericht. De procureur-generaal, de heer Roy Barnett Pandey, maar ook de heer Winston Ramota Singh van de VES en de heer Jim Boussaid, die een heel veel ervaring heeft in het bankwezen natuurlijk, die nu op dit moment zwaar onder druk staat vanwege deze National Risk Assessment. Mensen kunnen zich opgeven, dat kan online. Men gaat gewoon naar de website van de TAPTO Group, www.taptogroup.com, of stuur een mail naar info@taptogroup.com en er wordt gelijk contact met je opgenomen. En de programma en wat er allemaal die dagen bij komt kijken wordt naar je toegestuurd. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.